Mijn naam is Henry Wessels. Ik ben getrouwd, twee kinderen. En alweer sinds een jaartje of vier koster van City Life Church. Nou, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin en ik voelde me daar altijd wel geborgen. Ik was ook heel gewoon om naar de kerk te gaan en ik ging ook altijd wel met plezier naar de kerk. Op een bepaald moment werd mijn oma heel erg ziek en ze kreeg kanker en ze zou binnen 3 maanden overlijden. En het bijzondere was wel, ik zag haar echt heel ziek worden, maar ze had altijd haar walkmannetje op. Ze was christelijke liederen aan het zingen en ze was vol vrede. En ik had zoiets van, nou, dat wat mijn oma heeft, dat wil ik ook. Zo'n relatie met God. En ik ben toen gaan zoeken, ik ben christelijke boeken gaan lezen. Ik ben naar een EO ronduit clubweekend geweest. En daar heb ik echt een keuze voor Jezus gemaakt. En ben ik echt mijn persoonlijke relatie met hem begonnen. Ja, ik begon te ontdekken dat Jezus echt een plan met mijn leven had. Dat het veel meer was dan gewoon op zondag naar de kerk gaan en netjes in de kerkbanken zitten. En ja, ik ontdekte bijvoorbeeld dat ik heel goed was in het zorgen voor mensen. En zo ben ik uiteindelijk bij het Leger des Heils terechtgekomen. En hebben we ook in de zending gezeten. En dat is echt iets wat Jezus me heeft laten zien, dat ik daar sterk in was. Dat hij me daar eigenlijk voor gemaakt heeft. En zo ben ik uiteindelijk ook koster geworden. Dat zijn allemaal dingen waarvan ik achteraf zeg van ja, Dat heeft Jezus al lang voor mij bedacht. Ja, ik ben in het CLC gekomen en het trof me dat het heel druk was, dat er heel veel leven was. En wat ik vooral heel bijzonder vind aan CLC is dat we heel veel doen voor de mensen om ons heen. Zoals Voedselbank, waar ik ook een hele tijd actief in meegeholpen heb. En Jij Mooi en de girlsavonden, ja, dat zijn dingen waar ik heel enthousiast van word. He, want geloof moet iets zijn wat je denk ik niet alleen met elkaar in je kerk beleeft, maar wat je echt uitdraagt naar buiten toe. Dat mensen er iets van merken, dat je van Jezus houdt.